Sinter Maarten, de koeien hebben staarten. Ja, ja. Het is 11 november, het is vreselijk weer. Want we gaan langs de deuren met onze lampionnetjes om zoveel mogelijk bier te verzamelen. Kom maar mee. De koeien hebben staarten, maar ze hebben rokjes aan. Daar komt Sinter Maarten aan. En nu willen we een biertje. Een biertje? Doe je op. Wow, het is Sint Maarten. Heeft u van ons een biertje? We vragen het wel een biertje waard. Ja, hallo. Hallo. Nu willen we een biertje. Een biertje? Een biertje. Nou, waar de kijk naar Sesamstraat, dat is wel een biertje waard. Oh, biertje. Nou, kom binnen. Zo, daar zingen we nog wel een liedje voor, of niet? Ja, Sinter Maarten, Mik, maak mijn moeder kijkt naar Tik Tak, mijn vader kijkt naar Sesamzak, dat is wel een biertje waard. Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sinter Maarten aan. Ja, laat me het volgende Maarten eten. Meen je dat nou, heet jij Maarten? Ja, vervelend hè? Dus ben je toevallig ook jarig vandaag? Nee, gelukkig niet. Nee. Nou ja, je begrijpt het concept? Ik snap het concept, ja. Maar... Heb jij bier? Open het biertje! Ah, dat hoort er ook bij. Nou, dankjewel. Jupilertjes, beter dan zijn er beter dan. Nou, we lopen inmiddels een half uurtje langs de deuren. En wat is nou eigenlijk de score, jongens? Nou, 3/4 kratje en nog 7 blikjes of zo. En een boterham. En een boterham. En een boterham, ja, laten we niet vergeten, want ja. We hebben ook een boterham. Mais boterham. Ja. Maar nog helemaal geen snoepjes. Ja, maar we willen ook helemaal geen snoepjes. Daar zijn we niet voor gekomen. We willen alleen bier. Ja, en borrelnootjes. Sinter Maarten, Mik, Mark, mijn moeder kijkt naar Tik Tak, mijn vader kijkt naar Sesamstraat. Dat is wel een zakje borrelnootjes. Een zakje borrelnootjes waard. Borrelnootjes heb ik niet, maar ik wil iets anders voor jullie. Kijk eens, hé. Dat is lang geleden dat ik die gegeten heb. Ja, ik ook. Ben je een beetje bekend met Sint Maarten? Ja, ik kom uit Drenthe eigenlijk. En ik heb het zelf 11 jaar gedaan, een beetje dus. Ja. Het was een edelman die zijn cape heeft afgesneden en gegeven aan een bedelaar omdat hij het koud had. Zover ik me nog kan herinneren. Nou, dan nemen we er maar 9 zoen op. Nou, Sint Maarten, we hebben een krat bier verzameld en dat gaan we nu opdrinken. En ja, leuk wel hè? Rokjes aan, daar komt Sint en Maarten aan. Later!